Brood bakken in de airfryer, dat is echt een van die dingen dat me echt nog nooit goed gelukt is. Elke keer zie je zo'n filmpje voorbij komen op bijvoorbeeld TikTok en denk je, hey, dat ziet er goed uit, dat ziet er ook makkelijk uit, dat ga ik proberen. En dan ga je zelf aan de slag en dan valt het gewoon tegen. En dat ligt niet per se aan de airfryer, maar gewoon meer aan het recept. En dat brood bakken eigenlijk echt een vak apart is. Dat het nog best lastig is om alle verhoudingen goed te hebben. De juiste temperatuur, de smaak, wat je moet gebruiken, het rijzen. Het is gewoon heel erg lastig en het vergt gewoon veel oefening. Dus ik was op een gegeven moment klaar mee, want mijn probeersels waren eigenlijk allemaal mislukt. Dus ik dacht bij mezelf, waarom koop ik niet gewoon een kant-en-klaar broodmix? Je wilde eigenlijk niet aan beginnen, want je denkt van ja, een broodmix is wel heel makkelijk. Maar ik dacht, weet je, je moet gewoon easy beginnen, want dan weet je zeker dat je eerder een goed resultaat behaalt. Dus ik had gekeken wat er zoal te koop was bij de supermarkt en ik had deze gekocht bij de Dirk. Ik dacht, dit ga ik proberen, een brood van 500 gram en dit is hoe het ging. Ik ga een brood bakken in de airfryer, gaan we tenminste testen met deze broodbakmix. Meer granenzadenbrood met gist kun je gewoon kopen bij de Dirk. Dus we gaan checken hoe dat gaat lukken in de airfryer. Ik heb in deze kom 500 gram van deze mix en 250 gram water op een temperatuur van ik heb ongeveer 30 graden. Want het moet voor mij iets van 27 graden moet het water zijn of in ieder geval deeg zijn. Ik denk dat dus het water nog wel wat gaat afkoelen. Maar ik ga dat eventjes mengen. Ik heb het deeg heb ik gekneed. Dit is 500 gram. Zo ziet het deeg er een beetje uit. Dan gaan we dit eventjes laten rijzen. En dat moet zo'n uurtje moet het rijzen. Doe het zo hierin en dan dekken we het af op een ja, toch vrije plaats. Laten we dit uurtje rijzen. Het deeg heeft een uur gerezen en het is nu 29 graden. Ja, het moet eigenlijk 27 graden zijn, niet koeler. Ik denk dat iets warmer niet zo heel veel uitmaakt. En we gaan nu het deeg gaan we rollen en daarna gaat het nog een keertje een uur rijzen. Dus het moet eigenlijk twee keer een uur rijzen. Ik ga zelfs dit bakvorm ga ik gebruiken. Ik heb er een beetje bakpapier in gedaan. Moet je altijd wel even mee opletten met een airfryer. Maar ik heb het al eigenlijk allemaal afgeknipt en het deeg gaat hierin. Dus het kan geen enkele kant op. Hier heb ik het deeg momenteel liggen. Het is echt een mooi deegje. En dat ga ik eventjes uitrollen met de deegroller. En dan ga je uiteindelijk het deeg ga je dus een soort oprollen. En dat maakt uiteindelijk dat je een brood overhoudt. Nou, ik heb nu eigenlijk een gerold brood gemaakt. Het is niet helemaal zoals het zou moeten. Maar dit is voor mij de eerste keer. Maar ik ga dit uiteindelijk in twee snijden. Dat ik eigenlijk twee broden kan maken. En dan ga ik dat in het bakvorm doen. Ik heb hier de twee broodjes liggen. Ik heb eventjes de kopse kant eraf gesneden. Die liggen hier. Daar ga ik gewoon even twee bolletjes van maken of zo. Ga even wat anders proberen. Maar zo ziet het er momenteel uit. En de onderkant, hier heb je dus eigenlijk ja, de naad van het brood. Dan moet je echt even zorgen dat die mooi onderop komt te liggen. Dat is mijn raam trouwens. Maar we gaan het nog eventjes een uur een narijs geven. En dat doe ik gewoon in de airfryer. Die staat er niet aan of zo. Dus gewoon een uurtje weer laten rijzen. En hoe beter dat rijst, hoe luchtiger je brood is, blijkbaar. We zijn weer een uurtje verder. En ja, het brood is mooi gerezen. Ik heb er wel voor gezorgd dat er wat ruimte is tussen de twee broden. Eigenlijk hoor je natuurlijk gewoon eentje te maken. Dus ik maak het mezelf wel weer een beetje lastig. Ik heb hier een beetje water met een klein beetje zout. En daarmee bestrijk ik de bovenkant van deeg. Dat zorgt ervoor dat je een knapperige korst gaat krijgen. Dus ik ga alles een beetje nat maken. En dat gaat halverwege de baktijd gaan we dat nog een keer doen. En ik had ook nog een tip gelezen als het brood klaar is om hem dan ook nog een keertje te benevelen met wat water. Nou, niet te veel doen. Nou, deze gaan we in de airfryer bereiden. Als ik naar de verpakking kijk, dan zegt hij dat ik 30 minuten moet bakken in een voorverwarmde oven, 240 graden. En dan na 10 minuten moet de temperatuur terug naar 220 graden. Ja, wat gaan wij anders doen? Wat we gebruik maken van een airfryer. En deze combi airfryer die heeft dus die twee luchtstanden. Ik stel dat airfryer in op 50 minuten, 145 graden. En dan zet ik de luchtsnelheid zet ik op lage luchtstand. Dus 50% luchtcirculatie.
Dus 145 graden, 50 minuten. En dan halverwege ga ik nog één keer het brood bestrijken. Dus ik zet hem aan en dan gaan we zien of dit eindelijk een keer echt gaat lukken. Want ik heb een paar keer brood gebakken, maar het is nooit helemaal gegaan zoals ik wilde. En ik heb nu een broodbakmix gebruikt. Ik heb hem een beetje ingelezen. Dus hopelijk gaat dit lukken. Wish me luck. Op mijn telefoon zie je dat we nu 25 minuutjes verder zijn. En de airfryer geeft ook aan, schud het voedsel. Dus het is halverwege de baktijd dat het doet. Ik zet eventjes de airfryer op pauze. Dan gaan we even een blik werpen in de airfryer. Dat is ook altijd leuk. En we gaan het brood ook een beetje weer bevochtigen. Dit is hoe het er nu uitziet. Wordt al lekker gekant. Het brandt niet aan of zo, dus dat is ook mooi. Dat heeft ook te maken met die lagere luchtstroom. En natuurlijk ook de lage temperatuur dan dat je normaal zou moeten doen in de oven. Dus ik ben echt heel benieuwd. En omdat deze airfryer die verhit van boven en eigenlijk ook van onder, vanwege die rapid air technologie die deze airfryers hebben, moet de onderkant van het brood ook gewoon mooi garen. Dit zijn eigenlijk mini busbroodjes. Het zijn geen pizzoletten of zo die ik aan het maken ben. Maar dus de mini, eigenlijk een soort mini brood die je normaal in de supermarkt zou kopen kan gewoon bij de bakker. Zo, nou, niet te veel water allemaal. Dus ik hou deze temperatuur ook gewoon aan en dan zetten we hem gewoon eraan. De 50 minuten zitten erop, dus het brood zou klaar moeten zijn. En zie hier het resultaat. Zo komt het nu uit de airfryer na 50 minuutjes. Ik ga er nog een heel klein beetje water op doen. Dat stond er op een website, een broodbak website. Eigenlijk moet je dat eventjes met een plantenspuit doen. Maar ik doe het gewoon eventjes met een kwastje. En dan gaan we het uit het bakblik halen. En dan laten we het op een roostertje lekker afkoelen. Kijk, dit is hoe het brood er nu uitziet. Het komt net uit de bakvorm. Het ging heel makkelijk uit. Dit is de onderkant van het brood. Dan zie je dus ook echt die naad eigenlijk lopen. Ja, het ziet er gewoon keurig netjes uit. Mooi bruin is die, niet aangebrand. Dus ik ben er tevreden over. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe luchtig het brood geworden is. En dat gaan we zien als die helemaal afgekoeld is. Op de verpakking van deze thuisbakmix staat hoe je het kan maken. Maar het is best wel een hele summiere beschrijving. Ik had heel erg veel gehad aan deze website van broodsmakelijk.nl. Dit is echt een bakkerswebsite met allerlei tips over hoe je brood kan bakken. En ze hebben ook precies deze zak met meer granen zadenbrood. Hebben ze gereviewd en uitgelegd hoe zij het hebben gemaakt. Ik gebruik natuurlijk een airfryer en daarbij is de temperatuur wat lager. Maar ik moet toch zeggen dat deze website me echt wel geholpen heeft met het beter begrijpen hoe je het deeg uiteindelijk moet vormen totdat je een goed brood kan krijgen. Dus deze website kan ik zeker aanraden om eens te bekijken om meer te begrijpen over hoe je brood kan bakken. Het brood heb ik laten afkoelen. Het is nog steeds wel een beetje warm, maar ik wil gewoon graag weten hoe het er van binnen uitziet en hoe het smaakt natuurlijk. Dat is ook altijd heel belangrijk. Even een soundcheck, hoe krokant het brood aan de bovenkant is. Ja, het is wel crispy. Ik ga er even een plakje vanaf snijden. Nou, dit is hoe het brood er dus uitziet. Het is luchtig van binnen, dat zie je sowieso. De binnenkant van het brood. Het ziet er wat mij betreft goed uit. Dan gaan we nu natuurlijk eventjes proeven hoe het smaakt. Doen we er een beetje roomboter bovenop. En het brood smaakt echt super lekker. Het is heerlijk luchtig. Goede smaak zit eraan. Korst is lekker. Het is echt goed gelukt. Het is natuurlijk wel zo dat het een vrij klein broodje is. Je ziet hier trouwens ook echt die rol die we gemaakt hebben, dat het dus echt zo opgerold is. Dat zie je eigenlijk wel nog steeds een beetje terug. Het is geen heel massief brood of een heel stijf brood. Het is gewoon echt super lekker. Krokant korstje, het smaakt ook echt lekker. Nou, het valt echt niet tegen. En die pakken koop je voor onder de 2 euro.
De onderkant ziet er ook netjes uit. Helemaal goed rondom gebakken. Dus helemaal super. Erg leuk om te doen. Het kost natuurlijk wel even een beetje tijd, want je moet gewoon wachten op het rijzen. Je moet het een beetje kneden, maar het valt allemaal hartstikke mee. Ik heb zelf ook eens een keer deeg proberen te maken, maar het is gewoon echt zo lastig. Je moet echt wat meer tijd in stoppen om dat onder de knie te krijgen. Maar zo'n broodbakmix, ja, waarom zou je dat niet gebruiken? Het is water toevoegen en gaan met die banaan. Dus super leuk om te maken in de airfryer. Dus ik heb 2 van deze mooie broodjes. Ja, ik zou zeggen, probeer het uit. Leuk om te maken. En het is ook nog eens een keertje hartstikke lekker. Ik ben nog echt geen broodbak-expert, dus je ziet in deze video ook al dat ik wat dingetjes misschien verkeerd doe. Maar ik probeer gewoon dingen uit. Ik ben gewoon een beginner en ik ontdek gewoon graag wat de beste manier is om brood te bakken. En ik moet toch zeggen dat deze keer het brood er prima uitkwam. Heb jij nou tips of heb je vragen over het bakken van brood? Laat het dan hieronder achter in de reacties. Ik wil je graag bedanken voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als je wat gehad hebt aan deze video. En vergeet je niet om te abonneren op mijn kanaal. Ik ben Pim van frituurgezond.nl en ik zie je graag de volgende keer weer. Krijg je gewoon... pepernoot. Ja, dit krijg je als je gist niet meer goed is. Right.